Opmerkelijk. Zelfs Jean-Jacques de Gucht, de onderwijsspecialist van regeringspartij Open VLD, is kritisch over het beleid. Hij vindt dat wij iets meer kan doen om het lerarentekort op te lossen. En bovendien stelt De Gucht een nationaal plan voor om Nederlands en wiskunde op te vijzelen. Hij is mijn gast in de studio. Welkom Jean-Jacques de Gucht van OpenVLD. Actueel debat over het lerarentekort. Ik zou bijna zeggen, het hoeveelste debat is dat dat we over dit probleem hebben hier in het Vlaamse parlement. Ja, het is inderdaad al verschillende keren naar voren gekomen. Elke keer als er internationale studies, maar ook Belgische studies, naar voren komen, dan zie je een dalende trend. En dan is het natuurlijk heel normaal dat een parlementslid, een commissielid van onderwijs, daar inderdaad een debat wil overvoeren. Ja, maar nieuw is het niet. Uiteraard, we kennen het probleem, laten we eerlijk zijn, al jaren. Inderdaad, ja. Het sleept al jaren aan. En, en er is altijd wel een aankondigingspolitiek van we gaan dit en dit en dit doen. Uh, en toch zien we daar vandaag te weinig het effect van. En dat lerarentekortje... Ik begrijp, als je ingrijpt in onderwijs, dan kan je niet zeggen dat je van de ene dag op de andere dag betere resultaten gaat hebben. Maar wat we nu zien, is dat eigenlijk de resultaten die we vandaag krijgen... Rechtstreeks het gevolg zijn van het feit dat er heel veel leerlingen gewoon geen leerkracht ja, voor de klas hebben. En dan hebben. is natuurlijk het verwijt van de oppositie. Ja, de meerderheid zit daar jaren op te kijken en doet er ook niks aan. En sluit een beetje de ogen. En dan zit je nu, bij wijze van spreken, met de gebakken peren. Ja, maar dan natuurlijk wat de oppositie naar voren haalt. Uh, men gaat inderdaad terug, hè, maar uh, als uh, de socialisten teruggaan, dan gaan ze terug tot het moment dat zij in de oppositie gekomen uh, zijn. Hè. Het moment uh, dat uh, Pascal Smet nog minister van Onderwijs was. Dus allez, ik denk dat het een, een, een bijzonder moeilijke zaak is om inderdaad die tanker in de juiste richting te krijgen. Dat is zo. Um, nu, er zijn ook wel terechte zaken. Ik, ik, ik Bekijk eigenlijk in de debatten over onderwijs, probeer ik niet in het idee van meerderheid-oppositie. Want eigenlijk dan zit je in een politiek spel en dat heeft eigenlijk ja. weinig zin. Ja, en Waar dat tekort moeten... kan je niet op één vingerknip uh, oplossen. Maar wat, wat zou u dan eigenlijk uh, proberen naar voren te schuiven? Want ik had ook de indruk dat hij toch niet helemaal tevreden was over het beleid van minister Weits. Het zou allemaal wel wat. Meer mogen zijn. Hij belooft van alles. Ik noem wat. Die vaste benoeming, die zomerscholen, autonomie van directies, begeleiding. Maar het levert toch niet op wat we ervan zouden kunnen verwachten. Bijvoorbeeld die vaste benoeming die u aanhaalt. Daar bent u het niet mee eens. Die, die had daar helemaal niet moeten komen. Dat is een, dat is een doorschuiven van een rekening naar, naar het federale. En voor de rest heeft dat, is dat vandaag. Als je kijkt naar de uitstroom van jonge leerkrachten binnen de eerste vijf jaar, ja, dan zie je dat daar niet het probleem zit van die vaste benoeming. Hè. Het probleem bij die jonge leerkracht is dat die veelal voor de moeilijke klasse komt te staan, te weinig begeleiding krijgt en eigenlijk op een, ja, als een, met manier van spreken, voor de leeuw gegooid wordt mm -hmm. en op een bepaald moment is de emmer vol en zegt, ik ga iets anders ja, doen. Maar liggen het dan aan de scholen of aan de directies die de jonge leerkrachten dan de verkeerde taken geven, bijvoorbeeld, of niet voldoende begeleiden. Ja, maar de directies moeten natuurlijk ook de mogelijkheid hebben om die leerkrachten op een goede manier te begeleiden. En je zou inderdaad moeten gaan naar een systeem waarbij dat je zegt: kijk, dat zijn beginnende leerkrachten. Jij krijgt een Peter-figuur die u begeleidt in die eerste jaren. We zetten u niet voor de moeilijkste klassen. We maken dat je daarin begeleid wordt, dat je een aanspreekfiguur hebt op een constante manier. Mm -hmm. En dan kan je ook bijscholingen doen. En dan kom je inderdaad ja. tot het moment dat je inderdaad als een. Daar lijkt niemand echt op tegen. Ik u ook vanuit de VLD te horen zeggen. Ja, maar het probleem is niet dat er niet voldoende mensen in het onderwijs werken, maar dat er te weinig mensen voor de klas staan. Dat is toch een beetje kritiek op een soort waterhoofdstructuur binnen het onderwijs? Wow, er is sowieso een waterhoofdstructuur binnen het onderwijs, maar in het algemeen gaat het ook over het feit, als je ons vergelijkt met andere landen. En je kijkt naar de aantallen, dan zitten wij inderdaad niet met een probleem. Maar waar dat we wel met een probleem zitten, is dat wij netten hebben die niet met elkaar praten, waardoor dat je bijvoorbeeld aan de ene kant van de straat een GO-school hebt, aan de andere kant van de straat een katholiek onderwijs, en dat die leerkrachten niet uitgewisseld worden en dat je met andere woorden aan de ene kant perfect kan hebben dat er plaats is. En aan de andere kant dat er leerlingen zonder een leerkracht zijn. Het antwoord is natuurlijk ja, dat is historisch zo gegroeid. We zitten met die twee koppels en uh, ja, ze zien elkaar misschien wel graag, maar het water is nog altijd veel te diep. Ja, oké, okay, maar ik zie alleen leerkrachten die betaald worden door de Vlaamse belastingbetaler. Die, die maakt geen onderscheid tussen openbaar of privé. Op dat vlak wil eigenlijk elke ouder, of dat zijn kind nu in een GO of in een katholiek. Uh, school, uh, school loopt, wil die vooral dat zijn kind les krijgt. Ja. En dat is vandaag het probleem. We hebben soms uh, kinderen die gedurende maanden geen ja. les krijgen. Maar dat... kan je die koppelstructuur doorbreken? U weet hoe hardnekkig het is om ook met die inrichtende machten te onderhandelen. Laat staan samen met de vakbonden. Het is een logmonster. Het is een logmonster, maar je kan alleen maar een logmonster in beweging krijgen als je de dialoog wil aangaan. Als je die netten bij elkaar brengt en zegt, laat ons nu eens kijken, wat zijn de problemen van anciëniteit? Hè, dergelijke meer, die op elkaar afstemmen. Laat ons daar... Want het is in principe, is het mogelijk. Dus als het in principe mogelijk is en niks houdt het tegen om het te doen, laat ons dan de dialoog... Opstarten om de knelpunten die er zijn weg te werken ja. en ervoor te zorgen dat verdori die leerlingen een leerkracht okay. hebben. U lanceerde ook het idee om een soort nationaal actieplan, een leerplan op te zetten, net om die achterstand in wiskunde en Nederlands weg te werken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen, zo'n nationaal plan, Vlaams plan? Ja, een Vlaams plan waarbij dat je inderdaad een. Um een, een, een algemeen plan opmaakt over hoe dat je nu het best aanpakt om de achterstand die we opgelopen hebben die recht te trekken. Mm -hmm. Met handvaten voor zowel de school, maar ook voor de ouders. Daar dat je inderdaad, dat is de ruggengraat. Je kan bijvoorbeeld niet verwachten dat iemand uh, geschiedenis gaat op een goede manier kunnen studeren... als hij of zij maar de helft van wat er op dat papier staat kan lezen. Ja, maar dus je, die, heeft, je hebt daar geen wiskunde voor nodig. Nee, maar je hebt wel die wiskunde nodig... voor onder andere te weten op welke manier... dat je met fysica, met ja. biologie... Dat, zijn, dat is de ruggengraat van je verdere schoolloopbaan. Ja. zit hem in die twee vakken. Daar moet nu op gefocust worden. Daar moet op gefocust... Ik heb, terwijl we het de debat aan het voeren waren... kreeg ik een um, bericht via sociale media binnen van een, een moeder... die zegt, kijk, bij ons op school... Uh, was er ook inderdaad een ongelooflijke grote achterstand. En onze school heeft beslist van verschillende vakken, waaronder levensbeschouwing, naar een helft van het aantal uren te brengen om daarop te focussen, bij te spijken, ervoor te zorgen dat de leerlingen mee zijn. En het ja. werpt zijn vruchten af. En dat is dan volgens u de weg die moet bewandeld worden. Want we kregen ook te horen deze week ja, de achterstand... Nederlands, Vooral dan bij kleuters. Dan uh, wijst minister Wijts meteen naar de ouders. Zegt, ja, als die ouders hun kinderen thuis geen Nederlands leren, pakken we de snootse kinderbijslag af. Ja, en welke... Ten eerste heb je geen juridische basis om dat te doen. Hè? Want uh, ja, eigenlijk is de taal vrij. Hè? Tenzij als het over het openbaar ambt en de rechtbanken gaat. Maar buiten datgene, hè, ik vind het persoonlijk een ridicule voorstel. Maar uh, waar gaat het over? Het gaat hem over inderdaad ervoor zorgen dat kleuters op een goede manier die taal aanleren. Die koalatest wordt afgenomen op het begin van de leerplicht, zijn de vijf mm -hmm. jaar. Ja, laat ons die leerplicht ten eerste verlagen. Ja, dat is we ook al hebben... een pleidooi, al lang, hè? Vanaf, uh, van vijf naar tweeënhalf. Tweeënhalf, drie jaar, hè, mm -hmm. rond die periode. Waardoor dat we, inderdaad... we hebben een heel grote participatiegraad, maar we zien dat er eigenlijk nog beter kan. En daarnaast, laat ons in die kleuterklassen, één, de leerkrachten. Beter begeleiden, zorgen dat er leerkrachten zijn. Mm -hmm. En daarnaast ook inzetten op die taal door een juiste taalbegeleiding. Want niet iedereen weet op welke manier hij of zij die taal moet aanleren aan kleuters. Laat ons daar de juiste mensen bij halen. En laat er ons voor zorgen dat die kleuterklas niet bij manier van spreken een veredelde crash is. Mm -hmm. Maar ervoor zorgt dat we inzetten op die leerkrachten die vandaag hun uiterste best doen om in die kleuterklas inderdaad ervoor te zorgen dat we sterke. Leerkra ja. Leerlingen krijgen goed, naar het, er, lager onderwijs. Dat is een duidelijk een ander plan in plaats van te sanctioneren. Vroeger naar school sturen en dan hopen maar dat ze heel snel goed Nederlands en misschien ook goed leren rekenen en cijferen. Bedankt voor het gesprek, Jean-Jacques de Gucht.